Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Hoe kom je hier zo op een democratische conventie terecht? Ik ben lid van de VVD, zoals je weet, en van de Liberalen in Europa. We hebben een connectie, een band met de US Democrats. En ja, ik ben geen grote Hillary-fan. Maar als je ziet wat Trump doet, dan wordt de keuze wel gemakkelijk eigenlijk. Dus ik denk als zij president wordt, krijgen we in ieder geval een stabiele president die geen gekke dingen doet. En die actiever is, denk ik, dan Obama. Hè? Obama is vrij passief geweest internationaal. I think that Hillary Clinton is a strong believer that Europe, the nations of Europe, are an ally of the United States that we need to continue to stand by. And that's why we're so troubled and concerned by the statements by Donald Trump about abandoning our alliance with NATO. That would play right into the hands of adverse interests like Putin's Russia. I may become the first woman president, but one of you is next. Thank you all. I can't wait to join you in Philadelphia. Thank you. Hillary staat een beetje onder druk. De polls gaan niet zo heel erg goed. Ze heeft die belangrijke speech. Wat verwacht je daarvan? Wat moet ze doen? Ja. Eigenlijk moet ze bewijzen dat ze een normaal mens is. Want ze geldt natuurlijk een beetje als een ijskonijn. Haar man Bill Clinton heeft dat geprobeerd recht te zetten. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk ambitieuze vrouw. Daar is niet zoveel mis mee, maar als je het zo etaleert je hele leven. En een hoop mensen vinden dat onprettig. The problem you see about Hillary Clinton in the polls is that voters don't, one, they don't trust her, and two, they don't feel she's forthcoming and outgoing. She's very private, very reserved, very protective of herself. But again, a lot of it is perception. A lot of it is how comfortable voters feel. I remember the famous case in 2000 between George W. Bush and Al Gore. The feeling was Al Gore was very stiff, very reserved, very standoffish, and George W. Bush was the kind of guy you want to have a beer with. I mean, that's a hell of a way to decide who the next president of the United States is, but some voters decide that way. Zij is misschien een ijskonijn, maar ze heeft wel alle ervaring die ze meebrengt. Dus dit is eigenlijk voor het eerst dat ik zeg, ik ga voor een democratische kandidaat. Ik had vroeger andere preferenties, McCain bijvoorbeeld, de Vietnam-veteraan. Maar ik zeg, als je nu weegt, is voor Europa, voor Nederland ook beter een president die ervaren is en die weet hoe je moet onderhandelen. En dat kan ze.